Nee, we zijn er nog niet, want we moeten nog een aantal stappen doen. Bijna, maar niet helemaal. Je ziet ook hier dat er dus witruimte aan de bovenkant is ontstaan. Nu is het zo dat een aantal elementen, zoals ook die div hier, die hebben gewoon standaard eigenschappen al van zichzelf. Zo kun je dat ook al heel goed zien aan die tekst. Excuses. Die tekst hier, dat is dus een tekst, Times New Roman. Nu is er gewoon een universele afspraak voor alle browsers dat gewoon bepaalde elementen gewoon altijd standaard zich hetzelfde gedragen. Als er geen stijl op zit, dat het altijd hetzelfde is. Dus als je geen stylesheet hebt, dat het altijd gewoon overal hetzelfde uitziet. En dat is dus ook gewoon, als er gewoon tekst in staat, is het bijvoorbeeld altijd in het font Times New Roman. Maakt niet uit als je het in Safari bekijkt, in Internet Explorer, Chrome, Firefox, allemaal hetzelfde. En zo zijn er nog een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld die witruimte hierboven. Dat is eigenlijk het element body die daarvoor zorgt. Want die body, die heeft zelf als standaard een witruimte. En dat is best wel irritant. We zijn er een hele hoop van die standaard eigenschappen van die elementen die je soms echt wel het leven zuur maken. Of in ieder geval dat jij niet helemaal controle in eerste instantie hebt over van hoe iets eens staat. Want er staan altijd nog wat eigenschappen op die je of moet resetten of gewoon moet blokken of ja. En zo is het met body dus ook. Nu heb ik dus aangegeven dat je dus bij die container een label aanmaakte. Nou, dat was dus een uniek iets. Dit heb je zelf verzonnen. Nou ja, ik heb dit zelf verzonnen. En ik heb dat toegepast op dit div. Nu is het zo met die body dat het een bestaand element is. Nou, body is het voordeel daarvan, is dat kan er maar eentje in een HTML staan. Dat is altijd zo. Kunnen er nooit twee van staan. Dus het is altijd open en sluiten en that's it. Dus je kunt daar ook gewoon die dingen oproepen zonder dat je dus eigenlijk meerdere elementen aanpast. Soms wil je dat juist. Als je bijvoorbeeld tekst wil stijlen, dan wil je natuurlijk de tekst over alle pagina's in één keer aanpassen. Maar in dit geval die body, kun je dus gewoon schrijven body, gekruld haakje openen, gekruld haakje sluiten. En voor de mensen die echt aan het opletten zijn, die zien ook al meteen dat dus er een duidelijk verschil is dat die geen hashtag heeft. Dan vraag je af, ja, maar hoe kan dat nou? Nou, omdat je gewoon direct het element aanroept zonder dat je dus eigenlijk een ID verzint, kun je die direct ook aanroepen. Dat zou je zeggen van, ja, waarom heb ik dat dan niet met die div gedaan? Want dat kan dan ook in principe. Ja, dat kan. Alleen divjes, die ga je misschien vaker gebruiken in die pagina. Als jij dus aangeeft dat alle divjes in die hele pagina bijvoorbeeld 300 pixels breed moet zijn, ja, dan gaat hij dat dus ook op alle divjes doen. Dat wil je dus niet. Daarvoor is het dus dat hier een ID is aangemaakt en deze die kun je gewoon zo aanroepen. Nou, wat we wilden doen is dus die witruimte weghalen. En dat is dus ook weer margin, hè? Margin, die witruimte aan de buitenkant. Nou, die body heeft dat dus ook. Dus als ik die margin op 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels zet, dan zal die witruimte verdwijnen. Ik zal het even laten zien. Dit is nog de oude site. Als ik hem refresh, zie je dus dat het groene vlak is precies tegen de bovenkant aankomen te staan. Dat komt gewoon omdat ik die witruimte op 0 heb gezet. Van de body. Oké. Okay.